Jongere mensen, super dood jullie kijken in deze gloednieuwe video op mijn kanaal Games Real. En deze video, jongens, gaan wij een keer iets anders doen dan een normaal Fortnite videootje natuurlijk. Wij gaan vandaag, je hebt het al waarschijnlijk aan de titel gezien, kijken hoe ik Ninja heb gekillt. Ik ga gewoon een beetje over hebben van, joh, hoe voelde het nou om de grootste en de beste Fortnite speler toen die tijd te killen. En hoe heb ik het gedaan en hoe is het allemaal gebeurd en wat dan ook. Daarnaast heb ik ook nog voor, om natuurlijk de video gewoon even wat voller te maken. Anders, ja, ik weet niet hoe lang ik anders deze video kan maken. Dat ik Svenus nog heb gekillt en dat ik ook nog tegen de Dakotas heb gevecht. Dus ja, het is best wel een aparte video, maar ik krijg zo vaak de vraag van, joh, hoe voelt het nou om Ninja gekillt te hebben? En Ninja killen is toch wel echt een explosie geweest op mijn kanaal. Dus ik dacht van, laten we gewoon een keer weer hierover terugkijken en hoe je het besefmomentje gewoon weer even omhoog krijgen. Dus laten we maar beginnen. Let's fucking go. Hij staat aan. Jostu! Voordat de video begint, jongens, wil ik even iets zeggen aan jullie. 19 mei ben ik aanwezig in het Orpheus Theater natuurlijk. We gaan een super vet Fortnite evenement organiseren. We gaan Fortnite spelen op een heel groot scherm. Dus jullie kunnen allemaal live meekijken in deze zaal. En er komen heel veel YouTubers, waaronder natuurlijk Vogeljongen. Die gaat lekker optreden natuurlijk. Lekker mooi zingen en een danswedstrijd houden. Dus dat wordt super vet. En daarnaast komen natuurlijk ook andere YouTubers die mee gaan gamen. Check even de link in de beschrijving voor wie er mee gaat doen. Het is in Apeldoorn natuurlijk, dus check de link in de beschrijving om je kaarten te kopen. En dan zeg ik zie je daar. Tot dan. Oké, jongens, ik heb dus nu voor mijn neus staan de video dat ik Ninja heb gekillt. Je ziet het al dat hij richting de miljoen views gaat. Dus wie weet zal hij ooit misschien nog de miljoen aan kunnen tikken. Dat zal super ziek zijn. Hij zit nu op 900.000 en ja, afgerond, nou, laten we zeggen 910.000 views. Nou, nog 90.000 te gaan voor de miljoen. Dus wie weet gaat hij dat halen. Dat zal super ziek zijn. 16.000 likes en bijna 900 dislikes. En de reacties ook, super veel reacties. Gewoon besef dat het... hoe lang is het geleden? Even zien, 19 januari 2018. Dat is gewoon meer dan een jaar, bijna anderhalf jaar geleden. Besef één keer hoe lang het wel niet geleden is. Ik kan ook even iets laten zien. De beste reacties natuurlijk. Want er zijn ook heel veel reacties ondergekomen van allemaal verschillende YouTubers natuurlijk. Zoals Jan heeft bijvoorbeeld gereageerd. Volgens mij Niels ook, ja, hier. Superveel YouTubers hebben natuurlijk deze video ook gezien. Want ja, wie de fuck killt er nou Ninja natuurlijk. Ik weet nog steeds niet of ik de enige Nederlander ben die Ninja heeft gekillt. Ik volgens mij wel die het heeft geüpload slash gestreamd heeft. Dus ik weet niet of het iemand anders ook is. Maar ik denk dat ik dan de enigste ben in Nederland die Ninja dus heeft gekillt. Ik denk dat we maar gewoon de video moeten gaan kijken. En dan kunnen we daarna wel gewoon over hebben van hoe het is gegaan. Yo, dat dus ja, laten we gewoon maar kijken. Nieuwe video mijn kanaal, Games Ruin. En in deze video heb ja, ik... Ja, besef ook gewoon één keer dat ik hier bijna 15.500 abonnees had. En besef dat we nu op 150.000 zitten. What the fuck? Oké, laat gewoon doorkijken. Check die map trouwens. Holy shit, dat is zo oud. Van gisteren. Ik ga eerst uitleggen natuurlijk hoe en wat. Nou, dat kunnen we zo meteen wel doen. Ik wil eerst even zien de clip. De clip is hier. Dit is de bekendste clip. Je ziet hem ook in heel veel compilaties terug. Dus hier komt hij, jongens. Dus ik zeg, wil kijken, plezier. Mijn POV. Oh, besef ook mijn hoofd hoe anders ik eruit zag toen die tijd. Dus in een jaar geleden ben ik best wel veel veranderd, doe. Kijk, daar huppelt hij. We gaan dood. Ik wist totaal niet dat Ninja dit was. Of dat ik überhaupt op de USA server speelde die tijd. School Trooper was hier nog best wel... was er nog OG skin, though. Dat was heel speciaal. Oh, die geconcentreerde face van mij, jongen. 40 damage. Ik schiet hier ook met een pump gewoon, hè. Dat kapot is. Dat was echt heel weinig. Clean, clean. Nu heeft Ninja zijn POV natuurlijk. Ik vond zijn stream toen zo vet, like them training in the hyperbolic time chamber. Oh. Oh shit. Disappointing moments of Dragon Ball Super that they take fucking Tien and Krillin and fucking Master Roshi. Good fight, hè? Je hoort het nog. Trouwens, toen heette ik nog GamesRuel _. En nu is mijn gamer tag natuurlijk veranderd. Dus niet dat je denkt van, oh, Dylan is fake, bla bla bla. Dit was je helemaal niet. Oké, weet je wat het zeg maar is? Ik zou gewoon nu wel even op de achtergrond de game ook weer laten spelen. Ik heb best wel vaak de comments gekregen van, yo Dylan, je hebt super veel geluk gehad. Bla bla bla, je hebt hem niet eens geowned of wat dan ook. En laat me ook duidelijk maken dat ik mezelf niet beter vind dan Ninja. Dat is niet zo. Hij heeft zoveel meer skill, meer tijd in de game gestoken. Maar als je gewoon goed kijkt hier, ik zal het even op de background af laten spelen nu. Ik hit hem 3 keer en hij mij 1 keer. Dus ja, mensen zeiden ook van ja, hij was aan het praten met iemand, hij was afgeleid, bla bla bla. Natuurlijk speelt dat wel een beetje mee natuurlijk, maar
Als je het gewoon goed bekijkt van, yo, ik hit hem 3 keer. Hij heeft 3 kansen eigenlijk laten liggen om niet geraakt te worden. En ik heb hem gewoon alle 3 kunnen raken. Dus ja, ik weet niet hoe hij speelde. Het is natuurlijk best wel lang geleden. Niet iedereen wist nog hoe Fortnite helemaal werkte natuurlijk. En als je dan bekijkt dat ik hem 3 keer hit en daardoor slimmer speelde eigenlijk. Want hier zat hij daar te cappen. Dit bijvoorbeeld was niet zo slim van hem. En dan hier, ja, hij raakte me hier nog wel. GG daarvoor. Maar ja, hè, dan moet je heel veel geluk hebben dat hij superveel damage doet. Ja, ik weet niet. Eigenlijk speelde ik het gewoon slimmer uit. Je ziet het. Ik piek beter. Ik wist precies waar hij zat. En hij weet nu niet waar ik zit. Dat was een heel slim dingetje. Want kijk, als je goed kijkt. Jullie weten natuurlijk dat ik hier... Kijk, ik zal het even zien. Dan moet ik even ietsjes terugspoelen. Je ziet mij hier kijken waar Ninja loopt. Je ziet dat ik precies achter de container zit. Waardoor ik net nog hem kan zien. Maar hij weet niet waar ik zit. Stel je voor dat hij gewoon dacht dat ik al hier stond of zo. Weet je? Snap je? En daardoor, ja, ik weet niet. Ik liet weinig van mij zien van, yo, waar ik liep. En daardoor, ja, ik kon hem 3 keer zo mooi hitten. Kijk, hij wist totaal niet waar ik was hier. Pok. Hij verwachtte totaal niet hier. En hier wist hij natuurlijk wel dat ik hier kwam. En let's get it now. Ninja's hyper toe, jongen. Oh. Ik weet niet. Ninja's veel veranderd, dood met streamen. Kijk, hij weet totaal niet waar ik hier was. Ergens in al die containers kon ik zitten. En opeens, paf, stond ik daar. Dat verwacht ik niet. Dat was echt perfect getimed. Sorry. Ik vond dat echt een mooie play. Dus ja, ik ben het niet mee eens dat... mensen zeggen van, joh, je hebt gewoon geluk gehad, weet je. Natuurlijk heb ik geluk gehad dat ik hem tegenkwam. Maar qua in de fight, totaal geen luck. Ik was gewoon daar beter op dat moment. Dus ja, de game natuurlijk, hoe het verder liep. Het was zo raar. Je ziet hem volgens mij hier ergens ook mensen killen natuurlijk. En ik had niks door, want ik kijk nooit in de killfeed. Ik kijk daar nooit naar. Ik zie het ook niet. En het is dat mijn chat zei van, joh, je zit bij Ninja in de game. En toen ik hem had gekilled hier... Wacht, ik zal even doorspoelen. Er was bij de fabrieken nog. Ik mis die plek trouwens zo erg. Even zien. Als het even later mag, wel even sneller. Maar gewoon, ik had nog niet eens door dat ik hem had gekilled. Kijk, hier zie je dus het stuk dat ik hem killde. Hier. Ja, als je het goed bekijkt, in de clip zie je namelijk niet dat ik hem dab gooide. Nou, dat ik hem gekillde. Nou, dat is zo prachtig. Ik vond dat het mooiste ooit van deze clip. Natuurlijk dat ik ook Ninja killde. Maar gewoon, hier, ik killde hem hier. En ik pop nog even een dab hier. Maar hij was helaas al geliefd hier. Pot. Nou... Als hij die had gezien, ik ging echt stuk als dat nog in de clip was. Maar kijk, ik heb niks door hier. Echt totaal niks. Ik heb helaas niet de chat erin geëdit van toen de stream. Maar heel mijn chat ging lijp. Je hebt Ninja gekilled. En ik dacht van, ja, hoezo Ninja? Weet je, ik speel gewoon op de Europese servers. En daar kan je natuurlijk niet tegen Ninja komen, want die woont in Amerika. Dit bordje vind ik dat nu dus... Nou, dus ik had de hele tijd niet door. En ik ga ook echt dood door echt goed, iets onzin. Moet je zien. Ik was echt goed bezig, man. Hij is nog steeds aan het kijken bij mij nu. Mensen zeiden nog steeds... Hier ging dus gaande. Hier dacht van... Oh, hè, iedereen zegt het opeens. Oké, misschien is er wel een kern van waarheid in. Dus ik wil de game even zo snel mogelijk afmaken. En hier ging ik ergens dood. Even wachten tot ik ging pushen. Ik had gewoon 10 kills. Volgens mij 11 zelfs. Dat was echt een clean game. Als ik deze game nog had gewonnen... Wow, yo. Hier, dikke explosies in retail natuurlijk in de shops. Maar, ja, hier heb ik nog wel even een mooie sniper volgens mij. Oh nee, gewoon met een scar, toch? Oh, ik krijg geen scar, lol. Ja, en dan ga je dood door een trap. En als je nu beseft van, yo... In deze game heb je eigenlijk het mooiste potje ooit van je hele Fortnite carrière gehad. En dan ga je dood door een fucking trap houden. Terwijl ik misschien dus die game ook kon winnen. Hier, zing! Hahaha! Ja, en you trash, kid! Oké, fuck it. Nee, okay. Dit potje was sick. Dit potje was sick. Oké. Okay. Holy shit! Volgens mij ga ik hier terug... Oké. Ik ga mijn stream terugkijken. Ik wil weten of het Ninja was. Oh my god. Ik wil die... Jullie zitten sowieso te Ik wil die gezichtsuitdrukking gewoon zien toen ik daarachter kwam. Dit zou de Ninja moeten zijn. Die nu ga ik het terugkijken, de clip, zeg maar. Ik ga de killfeed in de gaten houden. Mijn facecam zit er ook niet voor. Oké. Oh, ja, man. En besef, dit is weer reageren op de clip toen ik hierop reageerde. Oké. En misschien één hit. Dat was een... Ik vond die... Deze fight was dope, man. Zijn speelstijl lijkt echt wel. Dan flikkert hij. Gaat hier zitten. Bam. Één hit. Loop ik om en dan hier. Bam. Ninja is hyper. Oh, hou je bek! Ja, nu zonk het in, jongen. Van het is echt. Yo, man. Het is echt zo! Oh, hier is de chat. Ik had 224 man. Dat was toen die tijd veel aan kijkers. Dus besef dat we nu gewoon meer dan 1000 halen, minimaal. En heel mijn chat werd lijp. Ik was al 3 uur live. Holy het shit. Het is echt zo! Ninja, 1 miljoen volgers op fucking. Besef. Ik zei hier 1 miljoen volgers op Twitch. Hij heeft er nu iets van 13 à 14 miljoen.
Dat besef je toch niet? Dat dat de beste Fortnite-streamer in mijn opinion. En ik... Ja, toen wel, jongen. Maar nu is helaas Ninja, vind ik, niet meer de leukste Fortnite-streamer die er is. Maar je ziet het, het was echt... Mensen, ik ga nog even zeggen... hoe ik eigenlijk bij hem in het potje ben gekomen. Want dat krijg ik nog best wel vaak van... Yo, Dino, hoe de fuck kom je daarin? In de stream, ik weet echt niet meer welke stream het is. Super jammer. Ik weet niet eens of die stream überhaupt nog los online staat. Maar in die stream was ik met een vriend, Jimmy, was ik gewoon duo's aan het doen. Gewoon op de Europese service. Gewoon normaal, eigenlijk wat je nu ook gewoon doet. En op een gegeven moment, ik weet niet wat het was. Er was een bug of zo, dat we niet meer in potjes konden komen. Toen dachten we gewoon van ja, hè, we kunnen nu al heten proberen dat we in een potje komen. Het duurt nu al zo lang. Laten we gewoon switchen van service. Toen had je nog, nu heb je zeg maar namelijk NA East en West. Twee verschillende servers van Amerika. En toen had je alleen East volgens mij. Je had maar één server. En daardoor had je een veel lagere ping. Dus dan was het veel chiller om daar op te spelen dan nu. Als je nu op de Amerikaanse server zou spelen, zou je best wel veel lag hebben. Een beetje delay. Maar toen had je dat niet zo. Dus we gingen dus op de Amerikaanse server. We dachten van ja, hey, dan kunnen we nog in ieder geval een beetje normaal spelen. En hopelijk een potje vinden. Nou, we kwamen gelijk in een duo potje. En dat was... toen speelde ik gewoon normaal natuurlijk. Nou, je zag dat ik solo speelde hierna. En toen ging Jimmy weg. Die moest gaan eten, weet ik veel wat. En ik was nog live. Ik had nog gewoon zin om door te gaan. Dus ik ging dus naar solo switchen. Maar ik was natuurlijk vergeten dat ik nog op die Amerikaanse servers zat ingelogd, zeg maar. Dus ik speel een solo potje. En letterlijk op het randomste moment kom ik Ninja tegen. Besef van alle games die op de Amerikaanse servers gaande waren toen, kom ik in het potje met Ninja. Dat was ook gewoon vet lucky. Die luck ga ik nooit meer krijgen. En dat was sick. Dus zo is het eigenlijk soort van gegaan dat ik bij hem in het potje kwam. Dus dan weten jullie dat ook weer hoe dat gegaan is. Hopelijk hebben jullie daar ook weer duidelijkheid over. Oké, dit was natuurlijk Ninja. Maar we hebben nog twee YouTubers / streamers gezien. Want Dakota's heb ik niet kunnen killen. Dat was wel jammer. Maar we gaan toch even kijken naar hoe ik Svenos heb gekilled. En deze keer ben ik het echt eens met de comments. Want als we even naar beneden scrollen. Trouwens, deze video heeft bijna 400.000 views. Dat is ziek. Natuurlijk stonden er veel comments ook van... Svenos had letterlijk niet eens de kans om je te killen. En dat ben ik zeker mee... Dat weet ik. Ik ben ook totaal niet van overtuigd. Oh, ik heb hem echt geowned, weet je. Bla, bla, bla. Totaal niet. Het was gewoon... Ik heb hem gekilled. Ik heb hier ook gewoon... Ik heb Svenos gekilled staan. En bijvoorbeeld bij Ninja vond ik wel dat ik hem veel beter was op dat moment. Maar Svenos had inderdaad niet eens de kans om... Hij had geen eens een gun om mij te kunnen hitten. Dus inderdaad, ik heb ook gewoon... Als ik nu in de titel zou zetten... Ik heb Svenos geowned. Dan mochten er heel wat dislikes erbij komen. Maar ik heb hem gewoon gekilled. Hey, ik ga niet... Ik ben ook totaal niet... Volgens mij in die video daar... In ieder geval, nu zou ik het ook niet doen... totaal niet van, wow, ik heb hem echt geowned, wat ik net al zei. Het is gewoon, ik kwam hem tegen, ik killde hem. Wat is dit voor en natuurlijk, ja, sorry Svenos, maar bro, je levert gewoon views op, weet je. Je bent gewoon een van de beste van de wereld. En dan is het natuurlijk wel een eer om jou tegen te komen en een keer gekillt te hebben. Dus daarom deze video. Maar kijk, ik schiet ook één mis. Die was wel raakt, de tweede hit. Schiet ik weer mis, twee mis. En toen raakte ik Svenos. Hem uiteindelijk. Huh? Ik had totaal niet door. Je weet natuurlijk niet wie het is. Je ziet gewoon een skin. Je wilt gewoon die kill hebben zo snel mogelijk en dan ga je misschieten. Well, hello there. Hello there. Can I go out, please? Oh. This is why you don't lay drop tilted. Ik vond die reactie zo droog, hè. Oh, shit. Het was ook vet vroeg in het potje, though. Yeah, was hier. Het de echte? Was het de echte? Oh, ja, dat was ook nog een ding, want iedereen had altijd fake clan of naampjes natuurlijk. Crap. Dat is het volgens mij. Die had ik bijna 100k trouwens al, dus dat was wel sick. Dit is ook niet heel lang geleden, ik denk een halfjaartje. Oktober, oh ja, zoiets. Oh my god. Ja. Oh my god. Wat is dit voor loot? Streamer loot. En dan landt Svenos naast je. Nou. Hij dacht ook van, laat me met rust. Eigenlijk Svenos. Als ik gewoon het wist dat hij het was, had ik hem niet zo gekild. Had ik hem misschien... Ja, ik weet niet. Maar ja, natuurlijk, daar denk je niet aan. Je weet het ook niet dat hij het is. Maar gewoon die hele game ook daarna. Ik won die game ook. Dit was wel vet geweest als dat ook bij Ninja was geweest natuurlijk. Hier, pok. En dan weer de game. Wow, man. En dat was echt een zieke game. Dit was dope, man. Dit was ook gewoon sick. Natuurlijk, ja. Svenos, het was geen mooie kill. Ik schoot ook nog eens mis. Dat was ook helemaal ramp. Maar hey, we hebben hem toch tegengekomen. Dus dat maakt het natuurlijk super dope. Dus zo is een dikke shout-out naar Svenos. Ik heb hem ook gewoon zeker in de beschrijving gezet. Hier Twitch en YouTube natuurlijk. Want ja, bro. Hè? Eigenlijk levert hij gewoon mijn views op. En dan wil ik soort wel dat hij ook iets aan overhoudt, snap je? Dus super dope, dat was Svenos eigenlijk, dus dat is chill. En nu komen we eigenlijk naar een soort van andere
video. Want net zag ik de hele tijd natuurlijk hoe ik de YouTubers slash streamers killde. En nu zie je hoe de streamer ons killde. Want ik speelde hier squads. Ik weet even niet met wie. Dit is trouwens van Team FNL. Heb ik even de video genoemd. Dus check even zeker het kanaaltje uit. Staat ook in de beschrijving. Wij zaten gewoon in een squadpotje. En we splitten. Twee van ons, ik weet niet meer wie het was. Ik weet sowieso, Anko, Sam en ik zaten erin. En dat was de vierde. Ik weet niet meer wie de vierde was. Zie ik zo wel waarschijnlijk. Maar Jimmy, volgens mij was het Jimmy. Ik noem het even Jimmy. Ik weet niet wie de vierde was. Jimmy en Anko waren niet bij ons geland in Realtor. Sam en ik wel. En we dachten gewoon, ja, fuck it, weet je. We waren een beetje zat. Het was gewoon voor onszelf dat we gingen spelen. We dachten van, ja, boeien, we zien wel hoe het gaat. En natuurlijk kom je op dat moment, komen Sam en ik Dakota's tegen. Letterlijk, we wisten het helemaal niet. Dus ik zal gewoon de clip afspelen. Je ziet trouwens Dakota's een perspectief nu. Oké, ik zal even uitleggen wie ik ben. Want ik, dit is ook lachen. Kijk, dit... Die guy die hier omhoog bouwt, dat ben ik. Dus onthoud die skin. Het is een skin die ik eigenlijk nooit meer gebruik. Ik heb hem volgens mij ook gerieven. Maar kijk één keer de laser van hem. Die pad. 67 damage, 65 damage. Ik was bijna dood gewoon. Ik was doodverklaard en ik kan nog weg ook. Hier nog twee hit. Kijk, hij deed die random squads. Dat was het. Met random mensen. Nou, ik strijd dus weg voor mijn leven. En besef dat dit Dakota's was. Oké, als je goed oplet. Ik was echt low. Ik was 65 damage, min eigenlijk plus die 2 nog. 67 damage, dus ik had nog 33 HP over. En zijn teammate rusht mij hier. Je ziet hem. En als het goed is, killde ik deze guy nog. Kan je dat nog goed zien? Ja, die had ik knocked. En letterlijk, letterlijk, oog in oog, sta ik met Dakota's die vol een pumpert in mijn nek schiet gewoon. Hoe mooi is dit plaatje, ouwe? Je weet gewoon niet dat dit Dakota's is en je loopt gewoon recht tegen hem aan. En, ja, weet je, deze, ja, hij was gewoon op dat moment gewoon perfecte timing dat hij mij tegenkwam. Want ik was vet low natuurlijk. Hij had me ook goed geraakt hoor. Maar dat ik zijn teammate nog had, dat vond ik wel echt super sick. En ja, hier, pok, 90 damage, FNL gameschild. Toen zat ik nog in FNL, besef, ouwe. Ja, je ziet het ook gewoon. En hij maakt me af. Oh, besef, jongen. En als het goed is, komt Sam. Dat is helemaal grappig. Sam is echt een plep, jongen, deze tijd. Hij is echt wel beter geworden. Maar Sam, toen, jongen, oh... Even zien, waar... daar is Sam. Oh ja, hij is wel dood. Die mag fuck. Moet het zien. Ja, daar loopt Sam. Die denkt van, huh, wat is er gebeurd? Tak, 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 tak. En hij is dood. Ja, ja, hij had nu ook niet zoveel HP, though. Dat was even naar Vols toen die tijd. En ja, helaas, Jimmy en... ik denk dat het Jimmy was. Ik weet niet, nog steeds niet wie de vierde persoon was. Jimmy en Anko waren dus niet bij ons om ons te steunen natuurlijk. Want als we dat hadden geweten, dat... De codes hier voor ons neus zat, moesten we wel met z'n vieren zijn, though. Maar ja, dat was het eigenlijk voor deze video. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden om nog toch even weer een terugblik te doen op de video's die echt speciaal zijn natuurlijk op mijn kanaal. Natuurlijk Ninja gekild hebben. Als die ooit nog de miljoen views haalt, zal echt insane zijn. Maar wie weet kunnen we nog een keer een team view killen of zo, weet ik veel wat. Ik wil toch wel een keer weer proberen om op de USA servers een beetje te spelen. Stel ik ga weer live en ik kom toevallig weer een grote streamer tegen. Hey, dat zal fucking ziek zijn. Alleen het delay dingetje is wel een probleem geworden nu. Want er zijn nu 2 Amerikaanse servers in plaats van 1. Maar hey, wie weet gaan we nog doen. Hopelijk vond je deze video leuk, jongens. Vergeet zeker even een duim omhoog te doen als je deze video leuk vond. Kunnen we voor de 2000 likes gaan, dat zal super dope zijn. En sowieso dikke love voor jullie na de support. I love you all. Het gaat echt super ziek. Thank you very much voor de support. En jongens, bedankt voor het kijken. En ik zeg tot de volgende keer. Later.